At Suriname Market Access Project, SAMAP, een initiatief van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, FAO, is gestart met een landelijke informatiesessie over de Matching Grant Facility. De Matching Grant Facility is een fonds dat agrariërs in de gelegenheid stelt in aanmerking te kunnen komen voor ondersteuning door middel van een grant. I am Eric Ceballos. I am the Chief Technical Advisor of the SAMAP project. SAMAP project is an initiative of the government of Suriname, led by the Ministry of Agriculture, and is implemented by FAO, the Food Agriculture Organization of the United Nations, with resources of the European Union. The SAMAP project is a big effort of the government of Suriname to support the efforts of the agriculture sector to access markets. To do that, what we are supporting are four sectors: vegetables, fruits, roots and tubers, and non-timber forest products. And what we are trying to do is to enable the conditions to improve production, to improve productivity, and the quality of the production of these sectors, so they can access markets in CARICOM region, in Europe, the US, and other markets. This is just the beginning. We are just at this moment informing about the matching grant facility, what the SAMAP project is about, and how we are going to support the people. In the coming weeks, in the month of September, we expect to make our call for proposals. And that is the moment where farmers will start to contact us to register to submit their applications. Please be alert to the information that we will be disseminating through the National Information Institute, through the bureaus of information centers in the districts where people live, through the LVV resort offices, and the media, newspapers, radio and television, where we will announce the call of proposals. This is important for Suriname. I will make a plea to all small, large grant producers to participate actively in this project, because it's for them, it's built on their needs and their expectations, and we are ready to support those efforts together with the government of Suriname. Suku des Masai Prani, we suku des Masai verwerk, des Masai in broko, wan product fu trawan kai kan gebruiken moroboom. Maar hoe sap dat produceren dan, wan tu sma desa egona busi go suken tu ook tu. Des man is belangrijk, maar ude jasa ook tu gides Masai sering. A overheid fu serandang, de dua aanvraag, de aba idee, dat de Europese Unie, die aan money voor een project die ze kan voeren uit. Maar wat organisatie ben je van nodig voor voeren uit? En een organisatie dat? Naar FAO. FAO is een landbouworganisatie, zijn die voor internationaal. En wat een belangrijk doel voor Sabi, dat een project die wat versterkt een landbouwontwikkeling, dat hij kan gaan door, dat wat morgen boom fasie, die omejaren, oké? Maar verschillende manieren die voor ondersteunen aan ontwikkeling van landbouwsector. Een focus voor dit project is dan voor ondersteunen aan landbouwsector, dat kan vast dat moro markt, moro woeien kan de voor zeer een product. En we denken aan export, maar ook toe we denken van een product kan zeer moro instranen. Maar ook toe wil ik naar van een product kan de moro veilig. Want als je wat exporteert van product bijvoorbeeld, maar ook toe nationaal gebruik, en dan moet mix maar zieken. We lukken naar groente, we lukken fruit, we aandacht dit op kronjang, en aandacht dit ook toe dat product zou ik moppen uit boezie, zou ik verwerken. Dus een project die morgen is, maar actief
kaba desman dati kan tegi unu moro bung sa de afanodu fudeka ap moro ontwikkeling. A grand is in afu ondersteun kleinschalige landbouwers. Dus de chingprani man desman sa ap genoeg kaba den afu ondersteuning van nodu. Maar de wansa de moro chi wang, de micro wang, de kleinschalig wang. If you give them one team understanding, they come more boom as they do.